test aan de band. Oh, dat zit er weer piekfijn aan, luisteraars, hè. Heerlijk, heerlijk. Oh, deze zuignap gaat er eerst even eentje uit de vitrine pakken, hè. Foei, foei, foei. Ja, luisteraars, het leven is net obesitas. Best wel zwaar. Haha, Titum. Goed, luisteraars en amateurs in de landen, een hele goede morgen. Zo staat u er even rechtstreeks in de verbinding op het keiharde signaal van de zender Obama. En dat in hi-fi, kamerbreed, superstereo en een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving. Je weet het wel, only hits. En de plaatjes vandaag weer voor iedereen, niemand uitgezonderd uiteraard. Alles wat maar leeft en beeft. Plaatjes natuurlijk even speciaal voor de lady onderweg in de Unimog. Maar neem kalm aan en haal vooral even een paar bakjes extra, hè, want mijn grote vriend Wim Salabim komt morgen langs, hè. Ga even een avondje zenden, dan weet je het wel, hè. Ponem. Goed, plaatjes ook even voor John het Pladenkanon, Benny Telstar, Lamme Leo en Marietje Groos, Theo Turbo, Freddy Frituur en Vuurtoren Fritsie en de rest van de Piratenboulevard hier, hè. Oh, luisteraars, we hebben weer heel wat beleefd, hè, afgelopen week bij ons op de Piratenboulevard. Het begon allemaal bij buurman John, hè. Want Benny en John, die zaten aan tafel, hè. En Benny zat wat in de krant te lezen, zat een beetje door de advertenties heen, hè. Toen zei John op een gegeven moment, kerel, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ben je de krant aan het lezen? Kan ik me niet voorstellen. Nee, zegt hij, va, ik ben op zoek naar een nieuwe brommer, hè. Kijk maar of het in de krant staat. Oh, zegt John, dat kan je beter niet doen, hè. Ik heb je moeder ook via de contactadvertenties. Maar ik loop er meer naast dan ik erop zit. Oh, dat is ook een stelletje nathalzen, hè. Oude bananenlikkers. Oh, we zaten van de week ook nog even in het café, hè. Bij Lamme Leo en Marietje Grols in de knallende knuppel. Ah, daar zat iemand uit Darp, hè. Barry Brandslang. Ja, Barry zit bij de vrijwillige brandweer. Barry gaat nooit met, hoor. Je hoeft er niet over in te zitten. Barry is altijd te laat, hè. Ah, Barry heeft het ook niet makkelijk, hè. Die het lady, dat is Manon. Ze noemt maar Manon Beton. Ze is iets te zwaar namelijk. En Manon heeft maar één motto, hè. Zij zegt, bij ons thuis heeft Barry de broek aan, maar ik bepaal welke. Maar goed, Barry die zat er wat ongemakkelijk bij, hè. Ah, Barry was even naar de apotheek geweest, hè. Ja, de hele familie Brandslang was wat grieperig, hè. Allemaal snotterig en verkouden en allemaal hoesten. Dus Barry moest even namens Manon naar de apotheek, hè, om wat hoestdrank te halen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En onderweg naar huis denkt hij, nou, weet je wat? Ik neem vast een grote slok, dan ben ik er vast vanaf. Maar goed, even later kijkt hij op het etiket, hè. Staat erop, laxatief. Middel. Oei, oei, oei. Barry weer terug naar de apotheek en die zegt, gedumme, wat heb je me nou geflikt? Ik heb gevraagd om hoestdrank, geen laxeermiddel. Oh, zegt de apotheker. Nou, wen dat je voorlopig niet durft te hoesten. Oh, het is hier altijd wat, hè, op de Piratenboulevard. Nou goed, luisteraars, we gaan er even voor zitten. We gaan er even een paar zwarte pannenkoeken het hekwerk opjagen. En de lady zal zometeen wel retour komen met de bakjes met groene knuppels en het bruine fruit, hè. Daar heb ik nu al zin in. Heerlijk. Het is weer weekend. Goed, luisteraars, daar gaat hij dan weer. Live clandestien en lekker pikant aan de 3-meterband. Het signaal van de zender Obama. Helemaal, magistraal, optimaal en 8-maal verticaal. De zender Obama en de plaat die u verstaat. Luisteraars, allemaal een groen weekend en bis next maal. Titum, wat een sound. Wie is het leukste meisje in de stad? Kleine Annabel.